Hey, tof dat je kijkt naar de vetste producten van Markt. Ja, en het zijn natuurlijk een beetje aparte omstandigheden. Ja. Daarom zijn we ook niet in een winkel zoals normaal. Maar voor de sfeer hebben we wel even het plaatje erbij gehaald. Voor de sfeer, plaatje voor de sfeer. En we houden natuurlijk voldoende afstand van elkaar. Het lijkt misschien of dat we met z'n tweeën zijn, maar het is Martijn, Jurgen en Shari vandaag. Hey! En we hebben alle drie een heel vet product meegenomen. Wat heb jij bij je? Ik heb de nieuwe fliptelefoon van Samsung bij me. En ik heb een hele toffe koffer meegenomen waar een console in past en die een 4K scherm heeft. Zware koffer. En ik heb hier de GoPro Max. Dat is GoPro's 360 graden camera. Echt een hele vette camera. Yes. Zal ik anders maar beginnen met mijn poederdoosje? Ja, dat is goed. Dat is goed. Dit is de Samsung Galaxy Z Flip. De tweede vouwbare telefoon van Samsung. Ja, je hebt natuurlijk de laatste tijd ook de Fold erbij gehad. En het grappige is, ik heb het idee dat jij enthousiaster bent over deze Flip dan over de Fold. Ja, sommige dingen wel. Kijk, de Fold is heel vet omdat je een heel groot scherm krijgt. Ja. En dat is heel lekker voor sommige dingen, maar... Het is wat lastig om als een normale telefoon te gebruiken, omdat die zo groot is. Juist voor dat. Ja. En dit is normaal, nog steeds een normale telefoon. Ik heb hier ook de Samsung Galaxy S20 Plus. Dat is een redelijk grote telefoon. En qua formaat zijn ze ongeveer even groot, zeg maar. Ja, juist, ja. Maar het voordeel is dat je deze, als je klaar bent, weer opvouwt en je dit in je broekzak stoppen, of dit, dat is toch wel een groot verschil. De Fold kon eigenlijk alleen maar open en dicht. Ja. En deze heeft nog verschillende standen waar je hem open kan zetten. En dat kan voor heel veel dingen anders zijn, maar bijvoorbeeld iets wat we nu heel veel doen, videobellen. Dat maakt het heel handig. Ik bel jou eventjes. En ja, het fijne hieraan is dat ik hem gewoon neer kan zetten en ik kan gewoon allerlei dingen nog blijven doen. Hè, ik kan nog met iets anders bezig zijn, maar als jij aan het videobellen bent, dan moet jij je telefoon toch vasthouden. Oh ja, tuurlijk ja. Er zit ook een schermpje aan de achterkant. Mm-hmm. En daarop kan je een soort van preview krijgen van wat de camera ziet. En dan kan ik dus de kwaliteit gebruiken van de hoofdcamera's. Voorkant, ja, om foto's te maken. Dus bijvoorbeeld met ultrawide, want we moeten afstand houden natuurlijk. Ja, ja, ja. Kunnen we dan gewoon een mooie selfie maken. En dan staat alles op beeld. En de kwaliteit van die camera's in plaats van de selfiecamera die toch altijd iets minder is. Daarnaast heeft hij natuurlijk nog heel veel andere vette dingen. Het is gewoon een goede telefoon ook. Een leuk retro dingetje is dat je bijvoorbeeld weer je oude Game Boy terug kan brengen. Pokémon. Een soort Game Boy Advance SP. Het vouwbare blijft natuurlijk wel cool. Het scherm is nog wel een beetje kwetsbaar. Ik zie wel vanaf hier best wel goed de crease die erin zit. Ja, de vouw die zie je inderdaad wel. Zeker als het licht goed erop valt. Ja. Maar ik moet zeggen, als je hem gewoon zelf gebruikt, dan valt het wel mee hoeveel last je ervan hebt. Aan het doen. Als je er echt recht op hebt. Je blijft hem natuurlijk wel zien en je blijft hem wel voelen. Maar dat is ook nog wel logisch. Ik vind het scherm echt opvallend mooi eigenlijk. Ja, ik vind het ook echt een heel mooi scherm. Ik denk dat over een paar jaar dit best wel een gangbare vorm van telefoons weer zou kunnen zijn. Ik zou dit meteen nemen, als het zou kunnen. Ook in deze kleur. Wat ook heel set. Ja, je hebt hem ook in zwart hoor. Dus mocht je deze heftige kleur niet willen, hij is ook in zwart. En wat heel fijn is, zoals vroeger, je kan hem instellen dat je hem opneemt automatisch als je hem openklapt. Dus stel jij belt mij, ik klap hem open. Meteen opgenomen. En ik ben jou helemaal beu aan het einde van ons telefoontje. Klap ik hem dicht en dan hang ik op. Je krijgt echt agressief. Ja, je kan weer dichtklappen. Zo van, regel het maar. Bam. En, nice. Dat is wel fijn. Ja, lekker. Cool. Ik denk dat het tijd is voor de volgende. Dus gaan we even stoelenwissel doen. Ja, hier is de koffer. Oh. Zo, hier gaat hij. Ja, dit is de Games Guardian, is een consolekoffer waar je PlayStation of Xbox in past. Nou, ik heb hem al klaargemaakt voor vandaag. En wat ik erin heb gestopt is een PlayStation Pro. Je hebt een 24 inch scherm met een 4K resolutie. Je games zien er echt toppie uit natuurlijk. Ja, dat is vet. En voor de rest, ben jij nou een streamer, dan is het ook helemaal perfect voor jou. Want je hebt aan de bovenkant hier en hier nog ruimte voor bijvoorbeeld een camera en een telefoon. Zodat je ook nog kan chatten en met eigenlijk kan je je complete setup kwijt, mocht je onderweg. Ja. Precies. Die mensen zijn natuurlijk ook wel heel vaak onderweg, maar dan kan je gewoon alles blijven doen. Ja, dan heb je alles gewoon lekker bij en je hebt ook nog eens ruimte voor een controller en nog extra kabels aan de linkerkant. Ja. Dus die kun je ook meenemen. Dit ziet er ook wel stevig uit, dus je hoeft niet echt zorgen te maken dat je console beschadigd raakt of zo onderweg. Nee, inderdaad. Want je hebt hier eigenlijk een plaat die vast zit en daaronder zit ook nog eens klittenband om je console heen. Zodat die niet verplaatst als je hem meeneemt. Hij heeft ook nog eens handige aansluitingen aan de voorkant, zodat je niet... Kunnen we niet gewoon aanzetten en gaan gamen? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik heb wel stroom nodig, maar laten we gebruiken waar die voor bedoeld is. Kom.
stel je voor dat je nog een grote scherm hebt in de buurt, dan heb je aan de zijkant achter nog een HDMI-aansluiting om hem aan een extra scherm te koppelen. Stel je voor. Oh ja, inderdaad. We hebben nog één product. Oh ja. Sorry dat ik jullie game heb moeten staken, maar dat is okay. We hadden vetste producten en er waren er drie. En we hebben er nog één en dat is deze GoPro Max. Het is dus een 360 graden camera van GoPro. En dat komt omdat hij twee lenzen heeft. Eentje aan de voorkant en eentje aan de achterkant. En achteraf, als je dat dan gaat editen, die beelden, dan kan je precies kiezen welk stuk van je video je wilt laten zien. Nou, ik heb hem al aangezet. Let op. Hij filmt dus alles nu. Dus ik kan ons laten zien. Of ik kan de camera draaien achteraf en de hoofdcamera laten zien. Ik kan ook de camera laten zien die mij aan het filmen is. Of Jurgen, die de B-roll filmt. Ja, dat kan ook. Ja, dus achteraf kan je alles bekijken. Altijd handig. Dus als je bijvoorbeeld bij een festival bent, dan mis je nooit de leuke momenten. Of als iemand iets raars doet of zo. Precies, ja, precies dat. Superleuk. Nou, heeft hij in dit geval nog deze stick hieronder. Hier kan je hem mee beet houden. Wat cool is, ze hebben dus ingebouwd in de software dat zeg maar de selfie stick, zal ik het maar even noemen, dat ze die kunnen wegfilteren uit het shot. Dus hij heeft 180, maar als ik bijvoorbeeld hem zo haal en ik film recht naar beneden naar ons, dan zie je wel mijn arm en een beetje gekke hand misschien, maar je ziet dus dat de stok helemaal verdwenen is. En krijg je die stok er ook standaard bij? Niet standaard, die verkopen we ook wel gewoon bij Coolblue, er zit een normaal plaatje op. En de aansluiting is dat net zo bij de andere GoPro's? Ik herken het wel, denk ik. Het is inderdaad hetzelfde als alle andere GoPro's. Dus de accessoires die je hebt, die kan je gebruiken. Oké, fijn. Kijk maar, dit pootje is gewoon exact hetzelfde als dat je hem kent van oude. Maar je hebt geen behuizing nodig, want ze zitten er al op. Ja. En je kan ze ook nog inklappen. Oh, wat? Oké, dat had ik echt niet verwacht. Nee, nice, toch? Naast dat hij die 360 graden kan filmen, kan hij ook gewoon filmen. En je kan ook fotomodus gebruiken. Hij kan ook een hele toffe foto maken. Dat is namelijk de Power Pano. Okay. Omdat hij 360 graden kan zien, kan hij in één... Zeg maar in één shot, in één keer een panoramafoto maken. En hoef je niet wat je gewend bent met je telefoon, weet je wel, dat je zo... Heel langzaam bewegen. Iedereen even stilstaan, jongens, even stilstaan. En dan beweegt net toch iemand, en dan heeft hij zo'n half hoofd door midden. En tot slot heeft hij ook, net zoals de gewone Hero-serie, de Time Warp functie. Dan versnelt hij het beeld als je bijvoorbeeld door een straat heen loopt. Dat doe ik even gedaan buiten, kijk maar naar deze beelden. En het coole is, het is in 360 graden, dus je kan ook in dit... In die time warp alles bekijken wat om je heen is. Alles echt heel interessant. Vet, hè? En hoe monteer je het allemaal? Het klinkt best wel lastig. Het monteren is niet heel erg moeilijk, eerlijk gezegd. Wil je nou weten hoe dat editen precies werkt, hoe dat eruit ziet, check voor ons kanaal. Want binnenkort, ik heb met Jurgen al hele vette beelden gemaakt, gaan we precies uitleggen in de review over deze GoPro Max hoe dat editen in zijn werk gaat. Oké, ik ben benieuwd. Nice, toch? Ja, heel nice. Alright, nou ik denk, dat was hem dan. We hebben drie producten gehad en we stellen onszelf wel eens de vraag, wat is het vetste product? Maar ik kan me voorstellen dat iedereen zegt, mijn eigen product. Ik zou sowieso die GoPro zeggen, ja, jij die koffer. Dus we zijn vooral heel erg benieuwd wat jullie het vetste product vinden van deze drie. En voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van Vetste Producten. Later!